Jullie zijn er klaar voor? Oké, ga maar, laat maar gaan. Met die 20 graden, dan komt u op een gegeven moment op de rechte lijn uit. Punt 1 gehaald. 5,5. Lekker, hè? Even de panorama. Ja. Waarschijnlijk nu. Die scherpe hoek, dat is een beetje 50-50. Misschien gaat hij gewoon keihard zo eroverheen. Dat hij gewoon overheen doorschiet. Dat heb ik ook een keer gehad. Dat is de 50%. Ja. Nou. Die maakt bang voor die boek. Ja. Dat hij het achteruit gaat. Hij was echt uitgegaan en bij de scherp op die niet te pakken. Als die maar net even oppakt, zo'n boekje. Klaar stukje praat zo daar, hè? Oh, nu zit hier op een lijntje. Ja, dat is lijntje voor mij. Nou, ja. Ja, heel goed. Fires met Ark. En dan die dat zijn gewoon vorige. Ja, voor Louise 2.0 is het leuk om die sensor ook op een modekje te zetten. En dat hij dan het object gaat volgen. En dan er zo omheen rijdt. Oh, dat ging net en goed. En als je dat eigenlijk niet meer komt, wat doet hij dan?
Dat is wat hij daar deed. Ja, precies. Blijf zoeken totdat hij niks vindt en dan draait hij naar het einde. Ja, inderdaad. Maar hij zorgt een beetje harder rijden. Maar hij redt ook deze, hij redt overheen. Dan weet ik hoe hij erheen bent en dan redt ik de terug. Ja. Dat is wel waar, maar als je overheen laat schieten en hij stopt daar, dan. Ja. We moeten wel even zorgen dat hij niet terug naar de twee gaat. Nee, dat heb je bepaald dat hij terug gaat als hij van de pad af is. Dat hebben wij ook niet bepaald. Oh, dat doet hij vanzelf. Hij meet direct van waar die. Waar die pad kwijt gaat. Waar die pad kwijt gaat, dan gaat die stop erin. En die stop, ja, dat geeft natuurlijk een afrem. En dat stukje dat hij afremt, dat rijdt hij ook terug. Dat is het probleem, dat hij nog wel eens een keer doorschoot. Ja. Ja. Wat doorschoot? Hoe je dat wel salto's te maken. Als je die ratio tel gaat staan. Maar dat is misschien ook een doosje met zwint achterop. En dan, Ja, dat is het zeker af. Misschien omdat het een beetje front-head was. Maar... Nee. Maar dat dit op de kant is.